op Disney Plus. In geuren en kleuren. Het verhaal van de pasmiddeldoekjes van Robijn. Is het verhaal van Tim. Die houdt van toveren. En wassen vindt hij fijn. Een doekje in de trommel. Dat lost volledig op. Uren kan hij kijken naar het witte zon. Heerlijk geurend en stralend schoon. De doekjes van Robijn, die zijn magisch gewoon. De doekjes van Robijn, zo makkelijk te doseren. Je zou ze voor het gemak eens moeten proberen. Woensdag in Stedenrijkstraat Arm beleven Siska en haar twee dochters een week vol plezier. 1500 euro. Oh my god. Oesters, oh ja. Lekker. Dus toch ultiem genieten. Lekker shoppen. Stedenrijkstraat Arm. Het doet wel wat met mij. Woensdag om 8:30. Op 6. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Independer. En door Zies Schoenen. Welkom terug bij Shownieuws. Donnie Roelvink heeft wat te vieren vandaag. Ja, 26 jaar geworden en dat heeft hij gevierd in zeer goed, maar ook bijzonder gezelschap, kan ik je vertellen. Want het was niet alleen met vader Dries en met zijn broer Dave. Maar ook zijn moeder, kijk, Honoria is de vrouw van Dries, dat is de tweede vrouw van Dries, maar Lucienne, de eerste vrouw van Dries, die ja, heeft zich altijd een beetje afzijdig gehouden. En die was er nu voor het eerst bij. Er was ooit sprake dat er een soort, ja, toch een soort rivaliteit en vijandigheid zou zijn tussen die twee vrouwen. Ja, ik kan je vertellen dat het hartstikke meevalt. Lucienne is ook echt een leuk wijf en die heeft gewoon een eigen leven. En het is natuurlijk voor Donnie hartstikke leuk dat ze bij elkaar waren. Hij heeft een zwaar jaar achter de rug, teelbalkanker, waar hij ook aan geopereerd is. Gewond geraakt bij opnames bij een video onder een auto terechtgekomen. Dan natuurlijk ook nog eens een keer zijn broer Dave, die weer een terugval had qua verslaving. Dus ik denk dat zij wel genoeg hadden om over te praten, maar in ieder geval een hele fijne kerstperiode tegemoet te gaan. En dan komen er steeds meer verdrietige details naar buiten over het overlijden van Matthew Perry. Ja, dus het is en blijft natuurlijk een verschrikkelijk verhaal. Gisteren is het autopsierapport bekendgemaakt, formeel en officieel. En daar blijkt dat hij overleden is aan een combinatie van het gebruik van ketamine. Dat is een verdovingsmiddel, dat ook vaak wordt ingezet bij depressieve mensen. En hij had daarvoor een therapie, een week daarvoor, met dat middel. Maar hij is dus ja, kennelijk zo verdoofd geraakt uiteindelijk dat hij in zijn eigen jacuzzi in zijn huis in Los Angeles... Ja, zo verdoofd geraakt is dat hij verdronken is. Hij is ook gevonden met zijn gezicht naar beneden op de bodem van de jacuzzi. Nou, verschrikkelijk sowieso. Kijk, Jennifer Aniston, een goede vriendin en natuurlijk ook oud-collega van Friends, die heeft juist gezegd, hij was heel erg gelukkig en hij voelt zich juist wel heel erg goed. Maar in ieder geval, er werd door een vriend werd er gezegd dat hij eigenlijk toch wel heel veel loog over zijn verslaving. En ja, we hebben toen in ieder geval even nu gevraagd aan een verslavingsdeskundige hoe dat werkt. Die laten we even liggen op de plank en doen we een andere keer. Oh, het filmpje, oké. Okay. Ja, het filmpje doen we een andere keer, maar het is gewoon in ieder geval heel verdrietig. Sowieso. Wel een leuke vriend ook, hè? Als je dat even nou, ik vind inderdaad, hè, want Jennifer is natuurlijk een goede vriendin en die vertelt toch nog een redelijk positief verhaal. Die kan natuurlijk ook redelijk weten. Ja, wat heeft zo'n vriend ervoor belang bij inderdaad om dit allemaal te vertellen? En dan nog even dit. Tot slot, de vriendin van Mart Hoogkamer, die deelt een foto met haar bekende zus. Wie dat is, dat zie je op shownews.nl. Dankjewel allemaal. Graag gedaan. We zijn er morgen weer rond 11 uur. Nu kun je kijken naar Dennis van der Geest met Waar is mijn erfenis? Dat vraag ik me ook altijd af. Fijne nacht. Morgen in Massa is kassa. Zoeken Peter en Wendy de perfecte plek voor Peters standbeeld. Ik denk misschien in de hal dat wel mooi is. Nee, buiten. Hij binnen. Buiten. Misschien binnen. Ik kom binnen. Nou, dan staat daar zo'n beeld. Ja, ik denk niet dat hij hier mooi zal zijn. Ja, ik kan nou niks zeggen met een beeld. Massa is kassa. Ik voel het wel aan dat hij buiten moet komen. Morgen om 9:30 op 6. Driving home for Christmas. Dit is die middag van nog een paar uurtjes. De middag van garages en stoeltjes, meters verlengsnoer, de tafel waterpas, krantje eronder, schort over je jas. Dit is die middag, de laatste van het jaar. Nederland bakt oliebollen. Veel plezier met elkaar. Bij Plus vind je alles om kerst samen goed te vieren. Met een heerlijk kerstassortiment dat ook nog eens betaalbaar is. Laat je verrassen en inspireren op plus.nl/kerst.
Goed eten is samen eten. Chlorix Power 5 toiletblokken, hygiënische reiniging, schuim, frisse geur, anti-kalk en stralende glans. Keer op keer op keer. Tot wel 300 spoelbeurten lang. Een frisse geur en hygiënische reiniging. Chlorix Power 5 toiletblokken. Vier de feestdagen samen voordelig met Crystal Clear of Sissy. 1 plus 1 gratis. En plus Klaverlandkaas 48 plus stukken 50% korting. Nu bij Plus. Cadeau. Feestdagen, schoonmoeder. Help! Een goed cadeau vinden blijft lastig. Met de keuze cadeaukaart van cadeaubon.nl geef je 200 cadeaukaarten in één. Geven, kiezen, klaar. De keuze cadeaukaart van cadeaubon.nl. Laat je verrassen. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Take a look at the five and ten. Ah, prikkels. Weet je paard over. De winkel van kerstmakers. Maak kerst mooi op jouw manier met kerstcadeaus van Bol. De keuze cadeaukaart van cadeaubon.nl. 200 cadeaukaarten in één. Maak kerst mooi met de mooiste cadeaus van Bol. Zoals gelnagellak van Pink Jellak en familiespellen zoals Hitster en de Verraders. Ontdek Loor Barista. Loor's nieuwe koffiemachine voor oneindige koffievariatie. Twee espresso's, één grote kop koffie, cappuccino of een enkele espresso. Loor Barista. Oneindige creaties. Oneindig genieten. Met de interieurs van Pronto Wonen maak je het thuis meteen gezellig. Pronto Wonen, verrassend gezellig. De Loor Barista koffiemachine. Met gratis Loor-capsules ter waarde van €20. Nu voor maar €69 na cashback. Ga nu naar de winkel. Maak elk moment bijzonder. Shop onze feestcollectie vanaf €49,99. CNA. Jouw kat is altijd in balans. Net zoals Purina One Bifensis. Het brengt goede en slechte bacteriën in evenwicht en helpt zo haar darmmicrobioom te beschermen. Als ze gezond is van binnen, is dat zichtbaar van buiten. Purina One. De rest van het kerstgevoel steekt al die liever in geweldige aanbiedingen. Bijvoorbeeld kiprollade voor €4,99, persinezappels voor €1,99 en carpaccio voor €2,99. Dus dat is net zo helemaal feest, maar dan goedkoper. Tuurlijk wel, Aldi.